Het blijft een grote ergernis voor reizigers. Openbaar vervoer dat niet of niet op tijd rijdt. We hebben klachten van mensen die soms zelfs twee bussen niet rijden achter elkaar. Warme kamers zijn bedoeld voor mensen voor wie de energiekosten te hoog zijn. Maar inmiddels hebben ze ook een sociale functie. Een Anti-Lectual, een Nijmeegse punkband die vooral in het buitenland bekend en populair is. Goedenavond. Busreizigers staan vaker in de kou te wachten door problemen bij het busvervoer op de Veluwe. Reizigersorganisatie Rover ontvangt een toenemend aantal klachten. Het vervoersbedrijf EBS laat weten dat ze druk bezig zijn met het werven en opleiden van buschauffeurs. Tot die tijd rijdt niet elke bus op tijd, blijkt ook in Apeldoorn. Nou, het is gewoon, vooral nu in de kou is het verschrikkelijk. Ik heb nu tentamenweek. Voor gisteren kom je laat aan, ik was net op tijd in de toets. Dus ja, daar baal je wel van. En bijvoorbeeld nu vandaag ook. Dus weer moet wachten op de volgende bus. Busreizigers melden klachten bij de reizigersorganisatie Rover. Reizigers die worden vooral in de buurt van Harderwijk geconfronteerd met veel uitvallende bussen. Zonder dat dat in de informatiesystemen staat. We hebben klachten van mensen die soms zelfs twee bussen niet rijden achter elkaar. Het vervoersbedrijf EBS wil niet voor de camera reageren en laat schriftelijk weten dat ze nieuwe buschauffeurs moeten vinden en of opleiden. Ze stellen hun stinkende best te doen. Naast het personeelstekort is er ook nog een probleem met de kou en elektrische bussen, meldt de vakbond. De bussen laden niet volledig op met deze kou. De kou heeft gewoon effect op de batterij en dat maakt gewoon dat er bussen uitvallen en te laat zijn, et cetera. En dat brengt een hogere werkdruk met zich mee. Dat zorgt er ook voor dat de chauffeur steeds vaker te maken krijgt met mensen die geïrriteerd zijn, boos zijn. Dus de mate van agressie neemt toe. Als de vervoerder het binnen een week niet voor elkaar krijgt, dan is het denk ik voor de taak voor de provincie om in te grijpen. Het aantal zogeheten warme kamers groeit nog steeds in onze provincie. Het Leger des Heils is vorig jaar met de warme kamers begonnen vanwege de torenhoge energieprijzen. De kamers staan open voor mensen die de gasrekening niet kunnen betalen. Maar inmiddels zorgen de 130 warme kamers in onze provincie ook voor een heel andere warmte. We zijn daar vorig jaar als Leger des Heils zijn we ermee begonnen. Omdat we zagen dat er toch wel heel veel mensen in financiële problemen kwamen. Ten gevolge van de energiecrisis. Je kan gerust zeggen dat Arnhem de warme kamercity van Gelderland is. In deze stad en de directe omgeving zijn er maar liefst 41. Tegenover 12 in Nijmegen en 18 in Ede. Van de warme kamer aan de Leidenweg in Arnhem wordt gretig gebruik gemaakt. Als ik het dan in cijfers omreken, dat we per week ongeveer zo'n 75 tot 80 mensen hier wel binnenkrijgen. Zo'n warme kamer voldoet dus duidelijk aan een vraag. Maar niet iedereen komt er overigens vanwege de hoge gasrekening. Nee, bij mij niet. Ik vind de warmte van mensen sowieso. En de gezelligheid natuurlijk van... Ja, als je ouder wordt, heb je toch je contacten nodig. We noemen het dan ook wel een welkom thuiskamer. Een welkom thuiskamer geeft ook de warmte die thuis is. En ja, die willen we hier weggeven eigenlijk als waarde aan de mensen. Zodat ze de eenzaamheid eigenlijk niet ervaren. U hebt uw jas nog aan en ik zie daar iemand met een das om zitten zeggen. Is het hier wel warm? Ja, dat is voor de fun, hè? Het is hier warm genoeg. Misschien zou ik mensen aanraden om met die kou van gamma naar het Leger voor een kopje koffie en de warmte. Kan je hem thuis wat lager zetten. Of er ook een warme kamer bij u in de buurt is, dat kun je eenvoudig vinden op de website van het Leger des Heils. Twello had vanmiddag te kampen met wateroverlast na een leidingbreuk. Daardoor stond de straat blank. Duizenden liters water stroomden over de weg. En dat gebeurde op de Terwoldse weg en omgeving. Er wordt onderzocht of de breuk door werkzaamheden komt of dat er een oude leiding spontaan is gesprongen. Meerdere woningen kwamen zonder water te zitten en de weg werd afgesloten. Het is het best bewaarde geheim van Nijmegen, of zelfs van Nederland. De Nijmeegse punkband Anti-Lectual. De band staat in de top 5 Nederlandse muziekacts die het meest in het buitenland optreden. Dat blijkt uit cijfers van belangenorganisatie Buma Cultuur. Anti-Lectual staat op de lijst vlak onder grootheden als DJ Tiësto en Martin Garrix. Anti-Lectual toert al jaren de hele wereld over. Maar na het nieuws van Buma Cultuur weet de hele Nederlandse pers je ineens te vinden.
Ja, wij doen eigenlijk wat we altijd doen, maar daar is nu een hoop aandacht voor. Dus dat is wel voor ons heel leuk. En dan denkt iedereen nu in Nederland, jeetje, die Nijmeegse punkers, die bulken van het geld. Ja, dat is een draai die de Telegraaf eraan heeft gegeven. Maar dat is niet helemaal waar. Want die lijst gaat puur en alleen om het aantal optredens in het buitenland. En niet of je daar miljoenen mee hebt verdiend of tientallen euro's. Sterker nog, de bandleden hebben er allemaal een baantje naast. Ja, klopt. We kunnen er niet van leven, maar we leven er wel voor. De plotselinge aandacht in Nederland is leuk, maar de band verwacht niet nu ineens volledig door te breken met hun punkrock. De meeste optredens zullen toch in het buitenland blijven, vooral in Duitsland. En ook daar zijn het allemaal niche-markten en is het een niche-genre muziek die we spelen. Dus ja, echt groot. Ik bedoel, we spelen nergens in stadions of arena's. Je gaat het niet net als U2 een beetje aanpassen dat je samen met Martin Garrix iets gaat maken? Hij kan altijd bellen. Wie weet, we zullen het zien. Maar het staat niet op de lijst nu ineens. From city to city. Straks in deze uitzending, hoe kunnen we het nieuwe jaar nu eens positief beginnen? Die vraag stelden twee inwoners van het Harderzicht. En ze kwamen uit op een posteractie. In Groesbeek werd gisteren de aftrap gegeven van 80 jaar vrijheid in het Rijk van Nijmegen. De komende anderhalf jaar zijn er tientallen evenementen en herdenkingen in die regio. Zes gemeentebesturen in het Rijk van Nijmegen werken samen in dit vrijheidsproject. Volgens directeur Wille Lenders van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek ligt een samenwerking tussen deze gemeenten voor de hand. Die binding hier, dat het gebied succesvol werd bevrijd en vervolgens de springplank is naar Duitsland richting Berlijn. Ja, dat is een unieke eigenschap van deze regio. En dan is er ook genoeg grond om samen te werken. Op 22 februari is de eerste zichtbare activiteit met de speciale herdenking van het bombardement op Nijmegen. En natuurlijk zijn er andere hoogtepunten, zoals tijdens de herdenking van Market Garden in september en de uiteindelijke bevrijding 80 jaar geleden in mei 2025. Dierentuin Burger Zoo in Arnhem heeft een cheetahvrouwtje geruild met Safaripark Beekse Bergen. Het cheetahvrouwtje is geboren in de Arnhemse dierentuin. Pogingen om haar te laten paren met een nieuw mannetje liepen op niets uit. De cheetah is nu geruild tegen dit vrouwtje. Doel van de ruil is dat beide dierenparken met de cheetahs kunnen fokken. De provincie Gelderland gaat het handelen van de gemeente Ermelo in het dossier over eendenslachterij Thomasse Ducto onderzoeken. Inwoners van Ermelo klopten bij de provincie aan omdat ze vinden dat de gemeente haar taken verwaarloost. Omwonenden klagen al jaren over stankoverlast en het vrachtwagenverkeer naar de eendenslachter. Het bedrijf zou zich niet aan de milieuvergunning houden en de gemeente zou onvoldoende handhaven. Hij won eerder al internationale filmprijzen voor een natuurdocumentaire over de mens. De Nijmeegse filmmaker Harco Wups maakt maatschappijkritische films met een vleugje humor. Vandaag gaat van hem de YouTube-serie E-Team in Actie in première, waarin een eco-team de strijd aangaat tegen klimaatverandering. Het eco-team gaat het land in om mensen te helpen strijden tegen dierenleed, milieuvervuiling en klimaatverandering. Zware thema's die met een flinke dosis humor gebracht worden. Heel veel mensen, met name jongeren, vinden het ook zwaar, weten nog niet goed wat ze kunnen doen. Dus wij vinden het belangrijk om ook lol te hebben, maar tegelijkertijd ook actie te voeren. Zo gaat het team langs bij de luchtvaartindustrie, omdat die nog nooit belasting heeft betaald over de kerosine. En ze gaan langs winkels om planten terug te halen, gekleed in deze veiligheidskleding. Omdat die bespoten waren met gif, dus die zijn giftig, daar gaan alle bijen van dood, alle insecten. En toch worden die als bijvriendelijk verkocht. Harco Wups won eerder al internationale filmprijzen voor een natuurdocumentaire over de mens. Dus je kijkt eigenlijk, zoals je gewend bent, naar dieren te kijken, kijk je naar de mens. In die film zie je de vrouwtjesmens op jacht gaan naar de supermarkt om daar vlees te pakken. Wordt allemaal gebracht alsof het een grote jacht is, zeg maar. Ja, volgens mij de eerste diersoort die zichzelf om zeep helpt. Dat zou zomaar kunnen, ja. Maar zover komt het wat Harco betreft niet. Als met name jongeren worden geraakt door deze YouTube-serie en tijdig in actie komen voor een betere wereld. Een opvallende actie in het harde.
Daar willen bewoners van een woonwijk 2024 op een positieve manier starten. En daarom hebben zij posters achter hun ramen gehangen met erop lieve en opbeurende wensen voor de buurt. Dit vind ik een hele mooie. Ik wens jou genoeg. Is toch prachtig? In de tijd van overvloed en overdadigheid. Overal in deze wijk in het Harde hangen posters met een positieve boodschap. Annerie en Chris hebben 160 van die posters verspreid door de wijk. En ze zijn zelf verbaasd door het aantal mensen dat meedoet met de actie. De meeste mensen die hebben heel erg positief en leuk gereageerd. En hebben hem uiteindelijk ook wel achter hun raam geplakt. Ja. Het echtpaar wilde met deze actie het nieuwe jaar op een positieve manier starten. Het regende toen alsmaar, weken achter elkaar, donker. Nou, in het hele wereld gebeuren is het allemaal niet vrolijk. Dus we wilden echt heel graag een positief tegengeluid doen. Wat gaan we? Ja, zeker. Oh, heel mooi. Zie je niet? Deze wijk is vrij nieuw. En dan is de verbondenheid samen nog niet zo heel erg groot in de hechting. Maar dat is wel ons verlangen dat dat ook meer en meer in deze wijk gaat ontstaan. Chris en Annerie hopen dat de positiviteit niet ophoudt na de actie. We hopen dat dat dus ook zichzelf gaat verspreiden, hè? Door mensen die dit oppakken. En dat het niet alleen maar beperkt blijft tot deze wijk. Maar dat het ook, zoals in Elburg of in Onderbroek of andere plekken, zijn voortgang geeft. Nou, hier word je toch blij van? Dit was het Gelders Nieuws. In onze app en op de site vindt u meer. En zometeen, na het nieuws, krijgt u nog het weer met Wouter van Bernebeek. Ik wens u nog een fijne avond. Goedenavond, dames en heren. De dag begon bijzonder koud in sommige delen van onze provincie. Lokaal vroor het zelfs bijna streng, temperaturen rond min 9 graden. En dat kwam omdat er natuurlijk op sommige plaatsen nog steeds sneeuw ligt. Hier een prachtig plaatje van bovenaf. Ja, en overdag was het prachtig weer. Veel zonneschijn, af en toe ook een lichte winterse bui, maar de neerslaggeveelheden vielen mee. Ja, en het is afgelopen nacht zo koud geweest dat je met name op schaatsbanen toch wel weer kon schaatsen. Nou, dat zal de komende dagen wel gaan afnemen, want we krijgen met heel ander weer te maken. Nou, vandaag dus nog niet. Het was overwegend zonnig weer in onze regio. Maar geleidelijk aan zien we vanuit het noordwesten wat bewolking en ook een paar buien passeren. Dat zal vooral morgenochtend gebeuren. Maar morgen overdag opnieuw veel ruimte voor de zon. Rustig weer met weinig wind en ook vrij lage temperaturen. Dan zien we in de loop van het weekend wel wat veranderen. Want vanuit het westen komt een grote pluk met bewolking en ook regen onze kant op. Daar zullen we vooral na het weekend mee te maken gaan krijgen. En dan is het wel voorlopig einde verhaal voor die koude lucht. Maar vanavond is het nog wel koud. De temperatuur duikt na zonsondergang weer snel tot onder het vriespunt. En vannacht zien we dan verspreid over de provincie wat sneeuwbuien overtrekken. Die komen vanuit het noordwesten en kunnen lokaal wel weer voor wat gladheid zorgen. Dat geldt ook voor morgenochtend vroeg. En hier en daar kan het ook weer een beetje wit worden. Nou, de laagste temperaturen tijdens brede opklaringen, zo'n 4 of 5 graden onder het vriespunt. En morgen, zodra die buien verdwenen zijn, wordt het eigenlijk een soortgelijke dag als vandaag. Met veel ruimte voor de zon, een paar wolkenvelden en temperaturen iets boven het vriespunt. Maar dat gaat dus veranderen. Zaterdag wordt nog een droge dag met een koude nacht en overdag temperaturen rond een graad of 3. Maar vanaf zondagmiddag volgt een omslag naar westenwinden, veel hogere temperaturen. Volgende week komen we zelfs uit in de dubbele cijfers. En daarbij van tijd tot tijd flink wat regen. Ik wens u een mooie avond.